Hey kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 The Derp Zoo. En ja, dit is episode 5 of 6, ik weet het niet helemaal goed meer. Maar ja, ik record dit 's ochtends, want ik heb vandaag enorm veel te doen. Dus als mijn stem een beetje raar is, dan komt het dus daardoor. Maar goed, het dier wat wij vandaag gaan plaatsen is een Tyrannosaurus Rex. Er was niet een bepaald dier wat echt gewoon boven alle andere requests uitstond, zeg maar. Iedereen die zei maar gewoon één dier en niemand anders zei bijvoorbeeld een ander dier. Hetzelfde dus, in principe. Dus ja, er waren niet twee dieren door verschillende mensen gevraagd. In principe, dus ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen, maar goed, whatever. En deze dino werd in principe al sinds episode 1 aangevraagd van doe de Tyrannosaurus. Dus nu ga ik hem eindelijk plaatsen en ik heb wel een leuk idee hiervoor, want we gaan met een kabelbaan te werk. En dat is echt wel heel grappig, want dan kun je kabelbaan aanleggen voor bezoekers en zo. Het is echt super fancy. Dus ja, maar goed, even kijken. Oké, Derp Zoo deel 1. Oké, let's do this. En misschien gaan we wel eventueel ooit een keer met seizoen 2 aan de gang, weet ik niet. Misschien zo rond kerst of zo. De dierentuin begint wel aardig vol te raken. Dus ik doe ook niet klein met de hokjes of zo. Ik geef ze die altijd voor grote hokken. Want anders krijg je dat ze elkaar dood gaan maken en dat soort rotzooi. Even kijken, goed wel. Ik had al een plekje uitgezocht voor de dino. Dit is wel een goede plek, denk ik zo. Even kijken, moet ik alleen even vinden. Hij was tropisch regenwoud, dat weet ik nog. En dan, oké. Wat is dit? Is dit de Tyranno? En dit is de kleinste dino ooit. Oké, ik wil je even wat laten zien. Die heb ik hier niet. De Utahraptor. Die is nog epischer. Wacht even, dat doen we even uitgestorven. Dat werkt ook, uitgestorven. Kijk. En dan moet je even kijken, dit. Ja, dan heb je dit. En dit. En dit is nog groter dan die Tyrannosaurus. En dan heb je nog dit. Dit is ook gewoon super epic. Dus als jullie willen dat ik deze plaats, dan moet je even in de comments achterlaten. Of als je wilt dat ik deze doe. Of deze. Of deze. Of die. Of die. Utahraptor, die is gewoon epic. Dus die kan volgens mij alleen maar. Ja, die kan dezelfde fans als een T-Rex. Dus maar goed, laten we eens even achter welke moet ik plaatsen hiervan in de volgende episode. Deze gratis wijn wil ik ook wel doen. Dus ja, dit is eigenlijk best wel epic. Of deze. Is ook wel cool. Of die. Weet ik veel. Dus ik wil in de volgende episode nog een dino plaatsen. Gewoon omdat het kan. Dus even een hekje plaatsen. Zo neer. Ploep. Kijk, staan. Perfect. Nou, gaan we even al die shit hier verwijderen. Hup, 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 hup. Op donderen met je planten en met je hippie zooi. Dat wil ik allemaal niet. Goed. Wel, gras en aarde lijkt mij. Want hij leeft ook een beetje op het op de rotsen en zo. En zo. Dus hij leeft niet volledig in het bos als de dodo. Ik denk dat we dan eerst even dit moeten doen. Even kijken. Zo, dat moet hier dan. Denk ik, ja. Moet wel een klein ritje daar niet van, maar even kijken. Hallo. Nee, niet weer, hè. Nee. Dit gaan we niet doen. Ik ga het nog één keer hier uitproberen. Oké. Waarom is die kabel dan verkrekt, jongens? Wat is dit nou dan? Maar daar snap ik er zelf gewoon ook helemaal niks meer van, hoor. Halen we die fans weg, kijken of het dan beter is. Ja, duidelijk. Met die verdomde fans kan er dan allemaal wel, hè. Jezus. Even kijken. Kabelbaan. Jee, kabelbaan. Ho, dat kan die dino niet tegen. Dat is van die rothekken zijn dit. Ja, opdonder jij. Omdat het kabelbaan is, kan ik de zooi gewoon buiten het verblijf doen. Kijk, zoals dit bijvoorbeeld. Kijk, dat doe ik gewoon zo. YOLO. YOLO, nee toch. Nou, kan ik alles gaan verwijderen.
En zo'n rietje dan maar. Wat de? Oké, plaatsen we hem hier. Wil je dan wel meewerken? Stop ding. Jezus, hé. Grijze wolf 2 heeft een jong gebaat. Oh, zo schattig. Ja, nee hè. Nee hè. Heb je hier zo'n stom ding staan? Kan ik weer alles overnieuw doen? Non de ju. Kijk dan, dat is toch. Het is te zot voor woorden, dit, echt waar. Serieus, dit is het slechtste wat ik ooit heb meegemaakt. Je zoekt dat goen. My god. Zo doen we wel een beetje langs de buitenrand natuurlijk. Jullie moeten wel een beetje fatsoenlijk. Yes! Je zweeftransporttractie. Oké, het zal. Oké. Jongen, dit is toch ook gewoon. Te sneu. Voor woorden gewoon. Het is gewoon bij zo'n. Ik kan je wel vertellen, ja, dat het bij zo'n safari geval een stuk makkelijker gaat. Jongen, wat een gekloot is dit. Maak er ook maar meteen een plein van of zo, met een pot en alles, want. Jongen, wat een bende zo. Zo. Moeten we nog even kijken waar we precies alles doen. Jongen, nee hè. Oh my god. Ik moest even bij die pups kijken, hè. Nou, zo, GG mode. God, mijn arm. Stomme bureau ding of zo. Kijk, staat er één daar? Ja, oh, schatter. Oh, kijk eens even. Oh, puppy. Zo, hallo, puppy. Zo. Oh, puppy. Oh, nee, de puppy verdrinkt zichzelf. Oh, wat een schattige puppy. Oh, puppy. Puppy. Evens. Ja, ren voor je leven, stomme poephond. Hier in je face, bitch. Hoog houden. Ja, nee. Ah. Fire op de hond. What the fuck is dit nou weer dan? Nou, zo dan maar. Ik weet niet wat ik deed, maar goed, whatever. Goed, hiermee verder. Nou, dan zou die Dino waarschijnlijk heel leuk vinden. Zo'n stom kabelbaarretje dat ze onze verblijf heen. Maar dat boeit ons gewoon niet. Want wij zijn gewoon, ja, wij haten gewoon dino's. Gaan we wel even voor dit soort bomen planten. Kijk, dat kan dan ook weer niet, hè. Want, oh my god. Kijk, je moet ook gewoon allemaal weer kijken van wat er allemaal past, hè. Want, oh, dat past ook. Nou, het ziet er al een stuk beter uit. Zo. Oké. Nou, rots. Eten. Trog. Voedsel. Trog. Hup. Oké. Oké, GG. Hierheen. En hierheen. En guest mode graag. Zo. My god, wat een bende was dat, hé. Hey. Goed, wel, het ziet er wel fancy uit. Oké. Goed, wel, nou, dan kan ik nou even de kabelbaan open rationeel gaan maken. Even kijken, wat is dit? Modern bankje, what the fuck? Oh, dit is heel chill. Modern bankje. Kijk, ja, koop. Koop. Oké. Nou, en dan wil ik eerst zo'n ding. Kan ik ook eerst zo'n ding gaan zitten?
Jij. Jee. Oké. Help, dan zit ik met de dino's vast. Help, help. Dat is wel cool eigenlijk. Goed, dino plaatsen, de zooi plaatsen en dan GG voor deze aflevering. Oké. Nou, dino. Oh my god. Ophogen. Is dat een mogelijkheid toevallig? Nee toch? Omdat die klote kaartjes erop. What the fuck? Verkoop, verkoop, hé. Hey. Die wil niet omhoog. Die wil ook niet omhoog. Oké. Okay. Zo, nou, jongen, 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 jongen. Laat me eens even meer rijden met zo'n ding. Ik snap niet waarom ik die niet omhoog kan doen. Nou ja. Zullen we vast een hoop gezeik voor krijgen. Maar goed, dat boeit mij niet. Oh mijn god, er zit geen water in die trog. Wat de fuck. Nou, in principe kan die dino je zo grijpen uit het ding. Maar goed, dat maakt niet uit. Hé, hey, dino. Dino, 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 dino. Wie? Oh mijn god. Oh, ze zijn happy. Happy Dino. Kan ik ze wassen, joh, kruid? Lol. Al die kratjes. Lol. Oké. Okay. Wee. Bloop. Gaan we heel snel naar beneden zometeen. Ik heb ooit zo'n kabelbaan gezeten in, waar was dat, Walibi volgens mij. Wat voor krek was dat, hé. En er stond ook nog stil op een gegeven moment, op 9 meter hoogte of zo. En gewoon niet normaal. Oké, okay, wel, nou, weet je wat jongens, ik ga het hierbij laten. De episode is lang genoeg, ik wil het niet langer maken. Ik wil ook ontbijten, by the way. Volgende episode maken we wel even dit hier allemaal af. En laat even achter wat voor dier ik moet plaatsen. Uteraptor. Weet ik veel, zoek het op een Google lijstje. Uitgestorven dieren, zoetijkoen of zo, weet ik het. En wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie even wat likes achterlaten voor deze episode. Dat zou erg fijn zijn, ook als steun voor mij, want... Het geeft mij weer moed om meer durfzoe op te nemen. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.